Thomas Jutte, wat een wedstrijd. 3 doelpunten in 1 match. Hoe vaak is je dat al gelukt? In mijn carrière bij A-kern, zo niet. Ja, dat is een mooi moment. Hè. Want we pakken ook 3 goals. Dus om het dan nog 4 te maken tegen Roeselaren, die eerststaande periode. Dus, ja, dat getuigt toch wel van doorzettingsvermogen, denk ik, in de ploeg. En dat we ons niet laten hangen. Dat was misschien in het verleden ons probleem, dat we ons laten hangen als ze goals tegenkrijgen. Maar nu elke keer weer die kop omhoog en er blijven voor strijden. En, dat werd vandaag gelukkig beloond, want het zou erg zijn geweest als er nog een 4e was gevallen. In de eerste seizoenshelft scoorde je bijna niet en nu gaat het zo vlot. Ja, dat is straf, hè. Voetbal is straf. Ja, soms heb je die eerste nodig om eraan te beginnen. En gelukkig is er die vorige week gekomen. En ja, nu is het al winterstop. Misschien langs de ene kant een beetje jammer, maar we gaan gewoon proberen om dat na de winterstop verder te zetten. Ik denk in Antwerpen de volgende match. Dat is al een mooie gelegenheid om dat te doen. Dus we zien wel. Het was eigenlijk een heel rare match, hè? Jullie komen vroeg op voorsprong en dan sluipt er toch weer een beetje twijfel in de ploeg? Ja, dat is een beetje jammer, hè, want dat is echt niet nodig. We komen inderdaad snel op voorsprong en dan ja, een beetje naar achter leunen. En dan zie je dat Roeselare toch wel wat kwaliteit heeft. Dan komen die mannen drukken en ja, komen ze op 1-1. En ja, met een beetje pech staat het denk ik 1-2 aan de rust. Maar gelukkig is dat niet gebeurd en hebben we na de rust terug orde op zaken gesteld. Dat eerste doelpunt van jou, dat was een inleggertje, maar die 2 anderen die waren echt mooi, hè? Zuiver. Ja, inderdaad. Ik denk wel dat het mooie goals zijn. Ik moet ze nog eens opnieuw zien. Maar ja, dat is altijd wel extra mooi als het van die zuivere goals zijn voor een aanvaller of voor een middenvelder. Oké, bedankt Thomas Jutte. Graag gedaan.